Welkom bij een nieuwe power-up en dit keer bespreken we geen games, geen events, maar nu bespreken we namelijk twee elektronische items. In dit item bespreken we een headset en we bespreken een microfoon voor bijvoorbeeld YouTube-makers. De headset is de Creative Sound Tactic 3D Alpha en de microfoon is de Philips ND650. We beginnen dit item met de headset en deze ligt rond de 40 euro in de winkel en heeft een 3D audio omgeving. Maar wat houdt dat dan in? Nou, dat houdt in dat je bijvoorbeeld als je een game aan het spelen bent, precies hoort aan welke kant de vijanden lopen bijvoorbeeld. Dus je bent lekker aan het schieten in Call of Duty, dan hoor je aan welke kant de vijand aan het aankomen is. En dat is dus die 3D omgeving, Dolby Surround, dat je alles hoort. En dat kan je best wat aardige kills opleveren. Het design is vrij simpel gedaan. Het is gewoon een kunststof headset met hier natuurlijk een zachte oordeksel, zodat het goed op je hoofd zit. Hij heeft hier ook een microfoon en hier zat normaal ook een schuimpje op, maar die was er binnen de eerste dag al gelijk af. En die krijg je er ook eigenlijk bijna niet meer op. Maar ja, je krijgt hem er wel op, maar dan valt hij er weer af. Bij deze headset zit dit adaptertje. Even inzoomen of scherpstellen. En hiermee kun je dus software downloaden waarmee er een programma wordt geïnstalleerd waarmee je allemaal dingen kunt veranderen aan het geluid. Zo schakel je die 3D omgeving ermee aan. Maar zo kun je ook allemaal dingen van het geluid aanpassen, zoals de bas en zo. Je merkt wel dat het echt gaming headset geluid is. Het is niet echt voor muziek. Je hoort de bas bijvoorbeeld echt heel goed. En zo is het bijvoorbeeld bij schietgames met explosies en zo. Hoor je dat allemaal echt heel erg mooi. Maar bijvoorbeeld muziek luisteren is dan weer iets minder met deze headset. Het geluid voor games is dus ook gewoon echt goed, maar er zit wel degelijk ook een minpunt aan deze headset. En dat is namelijk vooral de microfoon. Die is gewoon echt van een matige kwaliteit. De microfoon op de headset is vrij zacht en het geluid is niet heel helder. Dus als je bijvoorbeeld let's plays gaat doen en zo, zou ik deze zeker niet aanraden. Maar het is wel gewoon een goede headset voor rond de 40 euro om games mee te spelen. Dus het is maar net wat je wilt natuurlijk. Ondanks dat het geluid voor games gewoon goed is, geef ik deze headset toch een power down. En dat komt voornamelijk omdat ik niet tevreden ben met de microfoon. Kortom, ben je dus op zoek naar een headset voor rond de 40 euro, dan kan dit wellicht een goede voor jou zijn. Maar de microfoon is niet zo goed, dus misschien zou ik toch wel even de volgende keer voor een Turtle Beach bijvoorbeeld gaan. Dus dat moet je zelf even overwegen. En dan gaan we alweer naar het tweede item. En dat is eigenlijk iets waar ik veel enthousiaster over ben. Het is namelijk de Philips ND650 microfoon. En ik krijg best wel veel vragen altijd van welke microfoon is nou goed voor interviews, om verslag te doen op beurzen en zo. En dat ga ik jullie nu vertellen. Nou, dit is eigenlijk een microfoon voor muzikanten, maar ik ga hem gewoon bespreken als verslagmicrofoon. Want daar doet hij toch best wel goed in. Het is een microfoon met een ingebouwd windschild. En dat betekent dat als er wind bijvoorbeeld opkomt, dan wordt dat steeds gefilterd. Ook als je bijvoorbeeld ademt, dan wordt dat steeds een beetje gefilterd, zodat je toch niet in de opnames hoort. En als dat nog niet genoeg is, kun je er altijd nog een plopkap op doen. Nou, een tijdje geleden was ik dus op zoek naar een microfoon waarmee je interviews kan doen, verslag kan doen. En ik kwam dus op deze uit, want veel microfoons zijn of veel te duur, of het gewoon niet waard om te kopen. En onder deze video in de videoreacties zet ik ook even wat video's neer waar ik deze microfoon heb gebruikt als interviewmicrofoon. Dus dan kan je ook even kijken of jij hem goed vindt om aan te schaffen. Nou, ik ga jullie nu ook gelijk even wat laten horen van het geluid, dus we gaan hem erin pluggen. Nou, je hoort op dit moment het geluid van de microfoon die nu aangesloten is. Deze dus, van Philips. Het is een microfoon die best wel gevoelig is, want nu hoor je mij terwijl ik dicht tegen de microfoon praat. Maar nu bijvoorbeeld hoor je mij met de microfoon een stuk verder vandaan. En dan hoor je nog steeds het geluid goed. Dus stel je bent bijvoorbeeld aan het interviewen. Dan hoor je op zich, hoef je hem helemaal niet zo dicht bij iemand zijn mond te doen. Dus dat kun je ook gewoon zo doen. En nu hoor je mij eigenlijk nog steeds. Dus dat werkt gewoon eigenlijk prima. Dus het geluid vind ik zelf heel goed. Je moet zelf maar oordelen als jij dus op zoek bent naar een interviewmicrofoon of dit goed genoeg voor jou is. Ik vind het zeker goed genoeg. Kijk ook even die video's in de videoreacties, want dan kun je zeker even kijken hoe die het doet onder veel geluidsomstandigheden. En ik geef deze dus zeker een power up, de headset een power down. En zeg ook even in de reacties of jullie ervaring hebben met deze producten. Laat even jullie mening weten. En dan check ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe, wat zeg je? Power up. Later.